Start-ups van over de hele wereld verzamelden zich deze dagen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Een van hen was het Wiegische bedrijf Sedixis Medical Eyewear. En die hadden een vol programma. We hebben gisteren de dag gevuld gehad met mentor meetings. Dus we hebben eigenlijk al mensen gesproken die aangesloten zijn aan het programma. Die dus ook, als we worden toegelaten tot de top 10 van het programma, want die gaan ook door in het programma, dan gaan zij ook ons begeleiden. Dat zijn eigenlijk 1-op-1 gesprekken geweest waarbij wij hebben kunnen vertellen wat we deden en hebben zij kunnen bepalen of ze ons inderdaad denken te kunnen gaan helpen. And they get to meet our mentors and clinical partners and our investment committee, and we select from these top 23 companies the top 10 startups that would be a part of Rockstart's Digital Health Accelerator 2018, which is a 6-month program wherein we put them through a very rigorous process to do product market validation, help them with their sales strategies, help them access customers, investors, the right mentors, and sort of bring them up to speed and help them launch. Wij hebben een bedrijf, we ontwikkelen videobrillen voor medische toepassingen. Dat wil zeggen dat we producten hebben ontwikkeld waar we tandartsen onder andere mee willen helpen om hun patiënten gerust te stellen en wat af te leiden tijdens de behandeling. Dus daarbij draagt de patiënt de videobril en heeft een mediaplayer vast waarin hij zelf zijn content kan kiezen. En daarmee proberen we eigenlijk de komende jaren naar andere landen nog uit te breiden. Als we toegelaten worden, dan hopen we dat we ons netwerk wat makkelijker kunnen uitbreiden. Dus dat we met het Rockstart ook toegang krijgen tot mensen die ons bedrijf gewoon mee kunnen helpen groeien. En dat we die groei ook sneller kunnen bewerkstelligen.